NDP-parlementariër Wilsientje van Emden heeft gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblée aandacht gevraagd voor de slechte staat waarin een aantal wegen over geheel Suriname verkeert. De volksvertegenwoordiger zegt haar bezorgdheid vooral te uiten om aandacht te vragen voor de aanpak van het waarborgen van de verkeersveiligheid. Voorzitter, als we praten over de rijwet, met de achterliggende gedachte de verkeersveiligheid beter te waarborgen, dan moeten we onze wegen zeker meenemen. Veel wegen in Suriname, van Albina tot Nikeri en van Paramaribo tot het binnenland, verkeren in zeer slechte staat. Er circuleert een filmpje op social media waarop te zien is hoe verhit bewoners van Bigipoika en Pikinsaren zijn, omdat er continu veel vrachtverkeer voorbij gaat. Met het gevolg dat de wegstrekking nog verder verslechterd wordt en de bewoners geïsoleerd kunnen raken. Over de Avobakaweg heb ik laatst ook al mijn bezorgdheid geuit. Ook de weg naar Apura is zeer slecht en de rijweg naar Atjoni die zit vol hoogwiet. De bestuurders hebben totaal geen goed overzicht op bepaalde plekken waardoor er gevaar dreigt. Een ongeluk schuilt in een klein hoekje, voorzitter. In hoeverre kunnen de handen van het ministerie van Openbare Werken en het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport in elkaar geslagen worden om de wegenproblematiek aan te pakken in het binnenland? We weten allemaal dat de staat waarin de wegstrekkingen in het binnenland verkeren ook een bijzondere bijdrage of een bijzondere factor kan zijn voor de prijsbepaling van goederen en diensten in het binnenland. Graag aandacht van de regering hierover. Volgens Van Emden heeft de staat waarin vele wegen verkeren ook veel invloed op de verkeersveiligheid. VHP-parlementariër Kishen Ramsekoel vroeg de regering ook aandacht voor de controle van de justitiële autoriteiten als het aankomt op het roekeloos rijgedrag van buschauffeurs dat steeds ergere vormen aanneemt. Hij noemde als voorbeeld een recent geval te Paramaribo Noord, waarbij twee lijnbussen frontaal tegen elkaar opbotsten. Het assembleelid zegt zich zorgen te maken over de veiligheid van de samenleving als dit rijgedrag niet verandert.